superhelden drinken om de diensttijd? Dit is geen diensttijd. Negeer mijn kostuum. Ja, ik weet dat ik moet socializen, maar ik had even genoeg van opzitten en pootjes geven. Afstand nemen om het oprecht te houden, doe ik ook altijd. Waar neem jij afstand van? Nou, je weet wel, het bedrijf. Mijn broer meestal. Maar je houdt van hem. Jullie zijn samen dit bedrijf, Ying en Yang. Ja, ik vind dingen uit. Hij is goed met mensen, kletspraatjes vermaken, uitvinden wat ze willen. Ik weet nooit wat mensen willen. Wat denk je dat ze willen? Gemak. Mensen halen kwaliteit voor gemak. Iedere keer. Het is dan troep, maar hey, het is wel lekker simpel. Ja, net zoals deze zaak. Wat, de schermkamer? Ja, er zit me nog steeds iets dwars. Het was te makkelijk. Dat was te makkelijk. Wel, grappig. Wat? Kijk daar eens. Een van de monitoren van schermkamer staat afgesteld op mijn camera. Wat? Heeft die camera niet een gesloten circuit? Zeker. Maar hoe komt de schermkaper er dan aan? Misschien heeft hij hem gehackt. Dus daar is hij dan slim genoeg voor. Maar hij heeft wel simpele sloten op zijn deuren zitten. Misschien wilde hij wel gevonden worden. Wilde hij gepakt worden? Hij wilde dat je won. Dat slaat nergens op. Hij is een briljante gast. Als hij pinter genoeg is om zulke technologie te bedenken, is hij ook slim genoeg om er iets mee te doen. Die kerel die wij vingen bezorgt pizza's. Dus, Einstein diende patent in. Maar je hebt gewonnen. Je hebt de man. Wacht. De schermkaper heeft alleen een schermpje voor een oog nodig om iemand te hypnotiseren. Maar wat als het scherm niet op een scherm lijkt? Wat als de pizzagast echt een pizzagast is, maar bestuurd werd door de schermpjes in zijn bril?